Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis. En we praten in deze aflevering met Herma van Dijkhuizen. Zij is wethouder in de gemeente Neder-Betuwe. Herma, van harte welkom. Je bent nu dik een jaar onderweg als wethouder zijnde. Hoe bevalt dat? Ja, dat is een jaar vol nieuwe ervaringen geweest. Als raadslid en als fractievoorzitter krijg je de voorstellen aangeleverd. En nu ben je betrokken bij het proces van de voorstellen. Eerste maanden een rollercoaster, kan ik wel zeggen. Echt allerlei nieuwe dingen die op je afkomen. Dossiers die al lopen en waar jij mee verder moet. Die door een voorganger in gang zijn gezet. Ook hele leuke dingen. Kwam je nog hoofdpijndossiers tegen of niet? Nee, voor mij eigenlijk geen hoofdpijndossiers. Je kent ze al? Ja, ze waren wel lastig. Er zitten soms zelfs wat lastige dossiers tussen, maar dat is ook weer een uitdaging. Eigenlijk is dat, valt het ook nog wel mee. Er was bijvoorbeeld een beweegpark in Kester was er in gang gezet. Inmiddels waren de financiële middelen voor rond. Maar de uitvoering moest dan nog van plaats vinden. Wat omwonenden die dan toch zeggen van ja, maar wat krijg ik voor mijn huis en dergelijke. Ja goed, dan moet je dan toch mee in gesprek en zorgen dat iedereen uiteindelijk blij is dat iets gerealiseerd gaat worden. Ja, loopt dat nu goed zoals moet? Dat is voor zover ik weet allemaal goed gegaan, want het beweegpark is inmiddels klaar. Want dat is ook een thema in Neder-Betuwe, bewegen. Maar laten we eerst even teruggaan weer naar jouw eigen persoon. Ja. Je komt van oorsprong niet uit Neder-Betuwe, waar wel vandaan? Toen ik geboren werd, stond mijn wieg in Putten op de Veluwe. En ik was anderhalf toen mijn vader een baan kreeg aan de toen net gestarte christelijke MAVO in Kesteren. En toen zijn mijn ouders daarheen verhuisd. Dat betekent dat ik de helft ongeveer van mijn leven verder in Kesteren heb gewoond, tot mijn 26e. Toen ben ik verhuisd naar Ochten. En daar woon ik nu nog steeds. En daar ben je natuurlijk ongetwijfeld een man tegengekomen met kinderen erbij. Ja. Die ben ik tegengekomen op mijn werk ooit. Zo'n 30 jaar geleden, zeg maar. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben wij samen besloten om in Ochten te gaan wonen. En daar wonen we nu nog. We zijn wel een keer verhuisd. Maar ergens onderweg ben jij politiek geïnteresseerd geraakt. Hoe is dat gegaan? Ja, ik heb wel van oudsher altijd veel met politiek te maken gehad. Waarom? Mijn vader is altijd politiek actief geweest. Die heeft ooit in oude gemeente Kesteren CHU opgericht met een aantal mensen. Ik mocht toen al mee om foldertjes rond te brengen in verkiezingstijd. Hij is daarin doorgegroeid raadslid geworden, wethouder in de oude gemeente Kesteren. En is later op provinciaal niveau verder gegaan in de politiek. Is het stiekem altijd een ambitie geweest van jou om wethouder te worden? Nee. Kun je niet best zeggen, hè? Nee, daar kan ik volmondig nee op zeggen. Sowieso politiek betrokken ben ik eigenlijk tot pakweg misschien een 15 jaar geleden totaal niet geweest. Toen werd ik gevraagd door de toen oud-wethouder Van Houwelingen, misschien ook nog wel bekend voor een aantal mensen. En hij vroeg, we willen een clubje oprichten met wat jonger bloed, zeg maar, om in het CDA wat jonger bloed in te brengen. En daar heb ik ja op gezegd. En dan komt van het een het ander. Voor je het weet zit je in het bestuur. En voordat je het weet sta je op de lijst, word je burgerraadslid. Toen even raadslid geweest, gevraagd om fractievoorzitter te worden. En toen eind 2017 kwam de vraag, heb je interesse voor een post als wethouder? En hoe is dat proces gelopen? Want ja, je kandidaten, er waren er meerdere in Neder-Betuwe. Hoe gaat dat dan uiteindelijk zonder mannenpaard te noemen? Ja, er is dus aan mij gevraagd of ik interesse zou hebben. In eerste instantie heb ik gezegd nee, laat mij lekker fractievoorzitter blijven. Mm-hmm. Maar ga eens de boel op een rijtje zetten. Het werk wat ik deed ik inmiddels 25 jaar. Soms is het ook goed om wat te veranderen. Ik had een reisonderneming, zelfstandige reisonderneming. En ze werkte als zelfstandige. En dat was goed te combineren met het fractievoorzitterschap. Maar als ik voor de wethouderspost zou gaan, zou dat wel betekenen dat ik dat eraan zou moeten geven. Dat ik daar een oplossing kan vinden. Ja, ik heb dat grotendeels overgedragen aan twee collega's. Ik heb nog wel wat bemoeienis ermee, maar dat is minimaal, want dat is ook niet te combineren. CDA, dat is jouw partij, jouw club. Waarom? Ook vanuit de roots, het christendemocratische gedachtegoed. Ja, CHU-achtergrond dan eigenlijk van huis uit. Ben zelf kerkelijk meelevend. En dan is een christelijke partij toch iets waar ik me thuis voel. Maar wel maar een brede partij, SGP. Een middenpartij. SGP had ook gekund. Had niet gekund, want dan had ik in ieder geval nooit wethouder kunnen worden. Want dat is binnen de SGP natuurlijk niet mogelijk. Nee, begrijp ik. Vrouwen kunnen stemmen, maar verder niet. Is bij SGP is dat wel een club waar je warme gevoelens bij hebt? Dat is, ik denk voor mij. Denkbeelden toch te behoudend.
Oké. En jouw fractie, zoals die er nu eens bij staat, met alle respect, die zit er stevig in. Die zit er stevig uit. Met zo'n Maarten Hommerson bijvoorbeeld, hè, die landelijk ook aandacht krijgt. Ja. Ben je niet bang dat die fractie zeg maar uiteindelijk uit elkaar zou kunnen vallen? Nou, daar ben ik op dit moment totaal niet bang voor. Ik moet zeggen dat de samenwerking enorm goed is. Mm-hmm. De heren hebben allebei heel veel kennis. We hebben ook 4 hele actieve burgerraadsleden. En dat is ook heel prettig, want iedereen brengt zijn kennisveld mee, zeg maar. Er zit een makelaar in, zit iemand in de ICT. Dus iemand die in het bedrijfsleven een functie heeft. Is daar ook bewust op geselecteerd? Ik bedoel daarmee te zeggen eigenlijk van nou ja, vlak na de oorlog, of het nou over politiek lokaal was of regionaal of landelijk, werd er gekeken naar mensen uit het veld, hè, die verstand hadden van een bepaalde business. Ja. Langzaam maar zeker zie je dat eigenlijk een beetje verdwijnen. Ja. Heel veel mensen zitten in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, die helemaal geen achtergrond hebben voor hetgene waar ze over praten. Ja. Is daar wel op geselecteerd? Ik zeg niet dat jij dat zelf gedaan hebt, maar ben je daarmee actief mee bezig geweest? Ja. Wordt daarover nagedacht? Jazeker. Ja, we hebben actief een aantal mensen benaderd of zij interesse hadden in een functie als burgerraadslid. En dat is goed voor nu natuurlijk, maar ook voor de toekomst is het goed om te kijken, zijn er misschien mensen die op den duur toch door willen groeien naar raadslid of fractievoorzitter of wie weet. Die dus kennis en kunde hebben over een bepaald onderwerp of een bepaalde bedrijfstak. Ja. En wat ook heel erg belangrijk is, betrokkenheid bij je eigen gemeente. We hebben ook geprobeerd om toch de verdeling binnen de kernen zo goed mogelijk te doen. Dat valt niet altijd mee, want de ene kern is het makkelijker om actieve leden te krijgen dan de andere. Maar we hebben dat wel zoveel mogelijk geprobeerd. Dan ga je natuurlijk die gemeenteraad niet afbranden, want daar moet je mee dealen. Maar vind je niet dat af en toe het niveau wel ver te zoeken is? Eén dingetje van eerlijk zijn, hè? Is dat de raad wel wat op details is gericht. Mm-hmm. Ze hebben de neiging, ik doe veel sociaal domein, om zich toch wat met de uitvoering te bemoeien. En we weten allemaal dat de raad er is om de kaders te stellen, de grote lijnen in gaten te houden, maar het proces en de uitvoering verder aan het college over te laten. En dat vindt onze raad nog wel eens lastig. Kijk, je kan ook zeggen, ze zijn heel erg betrokken, dus misschien komt het uit betrokkenheid. Mm-hmm. Er zitten een aantal nieuwe mensen in die toch nog wat minder politieke ervaring hebben. En misschien ook dat spel, zal ik maar zeggen, ook nog moeten leren. Dus, dat college in Neder-Betuwe, hoe ziet dat eruit? Het college in Neder-Betuwe, dat bestaat uit onze burgemeester Jan Kottelenberg. En daarnaast hebben wij 4 een CDA-burgemeester, ja. En daarnaast hebben we 4 wethouders. Dat zijn 2 SGP-wethouders, Hans Keuken en Nees van Wolswinkel. Daarnaast hebben we vanuit de VVD Stefan van Someren en ik dan namens CDA. Dus dan moet jij het best wel zwaar hebben bij tijd en wij als enige vrouw tussen al dat mannelijke geweld. Ja, als je dan ook nog nagaat dat de gemeentesecretaris ook een man is, dan is dat inderdaad het enige waarvan ik wel eens denk, het was mooi geweest als er nog een dame bij had gezeten. Maar, kun je dat ook in de praktijk merken, dat men zegt, helemaal hartstikke leuk, maar dit gaat niet goed, dat ga ik nu doen. En dat heb ik tot nu toe niet meegemaakt. Nee. Zou dat zo kunnen werken? Ik begrijp dat er wel colleges zijn waar dat zo gaat. Wij hebben wel een heel collegiaal bestuur, moet ik zeggen. Mm-hmm. De 3 nieuwe mensen zijn natuurlijk ook kenden elkaar al als fractievoorzitter. Dus je weet redelijk wat je aan elkaar hebt. En ik denk dat we elkaar heel mooi aanvullen. De een is wat zakelijker ingesteld, de ander is wat meer een verbinder. En zo hebben we eigenlijk allemaal onze eigen kwaliteiten, zeg maar, waardoor je een mooi team krijgt. Het sociale domein, dat is jouw pakje, Jan. Moeilijke portefeuille, hè? Het is dicht bij de mensen. Het gaat over mensen. Iedereen heeft er een mening over. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is een lastige portefeuille. Maar, met name ook de financiën. Ja, op de financiën, ja. Intiel problemen. Ja. Dat kost heel veel geld, met name de jeugdzorg. Ja. Hoe zit dat in Neder-Betuwe? Ja, nou uiteraard kost dat bij ons ook veel geld. Mm-hmm. Het enige goede nieuws bij Neder-Betuwe is dat wij op dit moment de kosten beheersbaar hebben. Wij kunnen onze begroting nog steeds rondkrijgen binnen de budgetten die er zijn voor de 3 decentralisaties. Zonder wollig te doen, hè? Waar zit nou, want je hebt daar waarschijnlijk wat zicht op. Hoe komt het nou dat Tiel die problemen wel heeft en Neder-Betuwe niet? Ja, dat is lastig in te schatten. Appels met peren vergelijken. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje. Het is natuurlijk, Tiel heeft toch iets meer een stadsproblematiek, terwijl Neder-Betuwe toch echt een plattelandsgemeente is. Mm-hmm. Ik zit weet er met wel, name op die gezondheidszorg als het gaat om jongeren? Ja, wij zijn wel in een heel vroeg stadium begonnen om ook echt naar dat preventieve te kijken. We hebben onze kernpunten heel goed ingericht. Die hebben we in alle 4 de grote kernen, hebben die ook spreekuren die goed bezocht worden. Daar kunnen mensen met allerhande vragen terecht.
En soms is er een heel eenvoudig antwoord op te geven. En soms moet er, zoals we dat in vaktermen noemen, opgeschaald worden. Dan wordt er naar bijvoorbeeld een sociaal wijkteam doorverwezen. Of naar, ja, als het nodig is, een nog zwaarder vorm van zorg. Ja, dat zijn dingen die bij ons, denk ik, heel goed lopen. Mm-hmm. En waar we ook heel scherp op zijn om dat steeds te blijven verbeteren. Zit het hem dus in eerder signaleren? Dat zou een reden kunnen zijn. Mm-hmm. Maar nogmaals, Tiel is natuurlijk wel meer een stadse problematiek. Mm-hmm. Het opleidingniveau is, maar dat geldt van EDBT ook, is verhoudingsgewijs met landelijk is dat wat lager. Dat zou er ook nog mee te maken kunnen hebben. Verder vind ik dat lastig in te schatten. Nee, logisch. Eventjes inzoomen op een paar dossiers die op dit moment lopen. Er is nogal een gedoe over dorpshuis in Dodewaard. Hoe zit dat? Gedoe zou ik het nog niet willen noemen. We hebben eindelijk zijn we voortvarend te werk gegaan. Mm-hmm. Onze burgemeester heeft eind 2017 open avond georganiseerd voor alle inwoners. Er zijn enorm veel mensen toen op afgekomen. Daaruit is een klankbordgroep georganiseerd, wat voornamelijk uit de mensen van de verenigingen bestaat. En daaruit is weer een werkgroep georganiseerd. En die werkgroep die is aan het werk gegaan om te kijken van jongens, nou wat zijn nou de wensen? Dat zijn hele grote plannen geweest, begrijp ik, tot een sauna erin en een grote theaterzaal. Ja, maar het was al natuurlijk maar het einde van de rit, juist, wie gaat dat betalen? Dat wordt een beetje lastig. Mm-hmm. Wat wel heel duidelijk is aangegeven, dat ze de locatie heel graag willen bij de bestaande verenigingshal De Eng. Dus daar zijn we ook mee aan het werk gegaan. Samen met de werkgroep hebben we afgelopen klein jaar, eind mei is mijn eerste gesprek met hen geweest, hebben we gevoelens afgetast. Zij zijn met een plan gekomen wat volgens hen haalbaar moet zijn en wat de bevolking graag wil. En daar zijn we nu met elkaar aan het kijken van doorrekenen van is dat financieel haalbaar. De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld. Dat is niet heel erg ruim, als ik eerlijk ben. Maar er zijn ook opbrengsten vanuit het oude dorpshuis, wat verkocht gaat worden. We gaan natuurlijk ook kijken of er mogelijkheden zijn voor subsidies van een Oranjefonds of vanuit de provincie. Mm-hmm. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar wat we nu willen bekijken is, kunnen we de exploitatie sluitend krijgen? En kunnen we een accommodatie neerzetten die voor de bevolking is wat zij ervan verwachten. Ja, er zijn partijen die hebben daar vraagtekens bij. Jij zegt eigenlijk, dit gaat goed komen, maar het is wel geven en nemen. Uiteindelijk kan het maar één keer betaald worden. Ja, ik neem maar even het voorbeeld van IJzendoorn. Die dachten wij zetten met de giften die wij hebben gekregen van een Zwitserse donateur, zetten we een prachtig nieuw dorpshuis neer. Ja, ga je alles bij elkaar optellen? De kosten zijn hoog, bouwkosten zijn hoger geworden de afgelopen jaren. Er komt altijd meer bij kijken. En zij zijn tot de conclusie gekomen, jongens, een nieuw is niet haalbaar, dus we gaan verbouwen. En ik sluit niet uit dat we voor Dodewaard ook nog tot zo'n conclusie komen, dat we zeggen, nou jongens, we moeten misschien toch de indeling of het aantal vierkante meters, misschien moeten we daar met elkaar wat aan doen. Maar het plan op zich en de locatie op zich, daar sta ik nog steeds achter. En dat we dat mogelijk wat moeten aanpassen, dat gaan we in een volgend stadium bekijken. Helder. Gezondheidszorg, zoals gezegd, zit in jouw portefeuille. Inenten. Ja. Dat is een groot issue in EDBTW. Nergens in Nederland is dat zo laag als in die gemeente. Ja. Dat heeft natuurlijk met geloofsovertuiging te maken van heel wat inwoners. Ja. Maar de gemeenteraad heeft wel gezegd, en dus het college ook, we gaan er wel actief mee aan de slag. Ja. Dat moet. Ja, dat is het lastige. Het is natuurlijk op de agenda gekomen in Den Haag. En dat had te maken met een hele andere doelgroep, zoals wij dat noemen, de kritische prikkers. Dat zijn mensen die vanuit wetenschappelijk oogpunt zeggen, je moet niet inenten en er zitten gevaren aan en dergelijke. Mm-hmm. En de reden waarom in Neder-Betuwe het aantal inentingen zo laag ligt, dat heeft echt met een religieuze achtergrond te maken. Voornamelijk de groep vanuit de gereformeerde gemeente zeggen, het leven is niet maakbaar, dus je gaat niet iemand antistoffen inspuiten om ervoor te zorgen dat hij misschien niet ziek wordt. Een hele andere discussie. En ik heb respect voor dat standpunt. Aan de andere kant ben ik wethouder voor volksgezondheid. En is het ook mijn taak om ervoor te zorgen dat de jeugd en de bevolking in EDBTOE zo gezond mogelijk is. Ik ben wethouder van alle mensen. En het is bekend dat als een vaccinatiegraad op 92-93% of wat hoger ligt, dat een bepaalde ziekte, zoals nu bijvoorbeeld is een uitbraak van mazelen geweest in het westen van het land, mm-hmm, dat een bepaalde ziekte geen kans krijgt als die vaccinatiegraad zo groot is.
Ja, en in de Betuwe is dat risico er wel. Ja. Kritische geluiden zeggen van nou, die wethouder die mag daar veel meer op inzetten. Om ervoor te zorgen dat die graad omhoog gaat. Wat doe je daar? Wat doe je daarvoor? Nou, ik werd geholpen door de actualiteit. We hadden natuurlijk het enten van de meningokokkenbacterie. Ook in ons gebied zijn de oproepen daarvoor gekomen. Dus bij het uitvoeren van de motie kon ik eigenlijk meteen aan de slag. We hebben daar veel aandacht aan besteed. We hebben in de pers de aandacht aan besteed. In de kranten, dat is ook de pers, hebben aandacht aan besteed. Om inderdaad aan te geven, jongens. Die meningokok is een gevaarlijke bacterie. Hij draagt zich makkelijk over bij jongelui die op scholen zijn. We hebben een hele grote middelbare school vanuit de reformatorische gezindte. En daar zullen de risico's groter zijn. Dus ik heb ze daar wel op gewezen om te zeggen, jongens, denk daar goed over na. En de jeugd zelf ook natuurlijk. Ze krijgen op een gegeven moment een leeftijd dat ze ook zelf die keuzes moeten gaan maken. Ja, zie je daar een kentering? Ik heb zelf wel het idee dat er wel bewuster over nagedacht gaat worden. Waar vroeger misschien meer een traditie was van, oh ja, mijn opa en oma hebben mijn ouders niet laten inenten. Mijn ouders hebben mij niet laten inenten, dus ik doe dat ook niet. Mm-hmm. Daar begin je toch nu wel de jongere generatie te merken dat ze zeggen van, hé, waarom is dat dan dat we niet inenten? En dat ze toch een bewustere keuze gaan maken. Wordt daar in het college over gesproken? Ik bedoel, je hebt twee SGP-wethouders naast je zitten. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat? Ja, daar wordt in het college ook wel over gesproken. En ook daar... wij willen dat niet? Nee, zeker niet. Want ook van de collegeleden zijn een aantal van hun kinderen hebben gezegd... op een wat latere leeftijd, wij willen wel onze kinderen in laten enten. En daar hebben zij dan ook respect voor dat ze dat hebben gedaan. En ook wel begrip voor zelfs. Ja. Die inentingsgraad ligt rond de 50%. Heb je een doelstelling voor jezelf van nou, ik wil het daar naartoe gebracht hebben... Als mijn periode voorbij is, ja, de eerste 4 jaar? Ik denk dat het percentage dat ook nog lastig wordt. We zijn ook een groeigemeente als Neder-Betuwe. En wat we merken is natuurlijk doordat de faciliteiten voor mensen vanuit de gereformeerde gemeente en de reformatorische hoek heel erg goed zijn in onze gemeente, dat veel van de nieuwe huizen die verkocht worden ook door hen bewoond gaan worden. Dat betekent dat het gemiddeld gezien ook nog weer lastiger wordt om die vaccinatiegraad echt omhoog te krijgen. Dus laten we in ieder geval ervoor zorgen dat die niet verder daalt. Dat is denk ik heel mooi. En laten we met elkaar in gesprek blijven en elkaar door communicatie proberen uit te leggen wat een reden kan zijn om wel of niet te enten. Ja, helder verhaal. Jongeren op gezond gewicht, een samenwerkingsverband met eigenlijk met buren, hè? Zo mag je dat wel stellen. Althans, de organisatie die dat doet, doet dat voor beide gemeentes. Dat gaat goed. Ja, dat is een heel mooi concept. Wat ook landelijk bekendheid heeft en ook een aantal bekende ambassadeurs heeft. We hebben op 12 maart de aftrap gehad van het JOG. Het jongeren op gezond gewicht. Dat wil niet zeggen dat we alleen op gezond gewicht inzetten. Dus eigenlijk kijken hoe je een leefstijl kunt veranderen en aanpassen bij jongeren. De ambassadeur die is gekomen om de aftrap te doen daarvan, dat was oud-schaatser Erben Wennemars. Ja. Ik merkte wel voor de jonge kinderen dat hij al niet meer heel erg bekend is. Maar goed, van onze generatie weten we wel dat hij op sportgebied aardig wat gepresteerd heeft. Waarom is het zo belangrijk? Het is belangrijk omdat in Neder-Betuwe de sociaal-economische gezondheidsverschillen, zoals we die met een duur woord noemen, hoog zijn. Er zijn veel kinderen met overgewicht, maar er zijn ook veel kinderen die laaggeletterd zijn, weinig gezonde voeding krijgen, ondanks dat we tussen de appels en de peren zitten, waar geen aandacht daarvoor wordt besteed. En wat wij eigenlijk willen bereiken is dat er een stukje bewustwording komt van jongens. Je kan die supermarkten in en meteen op de frikandelbroodjes afduiken. Maar je kan ook kijken of er een wat gezondere variant is. En er hoeft dan niet meteen een tomaat of een komkommer te zijn. Daartussen zit ook nog een heleboel. En daar nemen ook de scholen in mee, want dat is ook met de aftrap gebeurd. Mm-hmm. Ook de scholen willen we bewust van maken. Als ze een kantine hebben bijvoorbeeld, kijk nou wat je gaat serveren. Dat kan kroket zijn, maar je kan misschien ook iets met een tosti doen, wat dan toch een gezondere variant kan zijn. Dus het is eigenlijk gewoon ook een stukje bewustwording van, we leven in een welvaartsmaatschappij. Je hoeft maar een winkel in te lopen, je kunt alles krijgen wat je wilt, maar maak wel keuzes. Want je moet wel je hele leven met datzelfde lichaam moet je door. Financieel staat Neder-Betuwe er goed voor, althans. Er kan ergens wel iets misgaan, maar zwarte cijfers, ja. Blijft dat zo?
Dat blijft altijd lastig te voorspellen. Want een van onze lastige posten blijft in het sociaal domein, in ieder geval natuurlijk de jeugdzorg. De jeugd GGZ, dat is een post die zomaar kan escaleren en ja, waar de kosten ook hoog van kunnen zijn. Veilig Thuis heeft onlangs aangegeven dat het weer meer geld gaat kosten. Ja, Wat vinden de Betuwe daar trouwens van? Dat ze meer geld nodig hebben? Ja, de raad heeft zich daar nog niet over uitgesproken. Ook niet in het verleden? In het verleden hebben ze inderdaad moeite gehad met een begrotingswijziging. Aan de andere kant, zeker wat Veilig Thuis betreft, wil ook niemand dat we casussen weigeren, zeg maar. Omdat we zeggen, we hebben geen capaciteit of het wordt te duur. Dus dat is steeds een afweging die je moet maken. In januari is de nieuwe meldcode ingegaan. Dat betekent dat ook scholendocenten en fysiotherapeuten en dergelijke, als ze vermoeden hebben van mishandeling of misbruik of iets dergelijks, als ze maar het vermoeden hebben, zijn zij verplicht om dat te melden bij Veilig Thuis. Dus dat betekent dat de toestroom enorm veel hoger is geworden. En alle casussen die binnenkomen, is mijn ervaring, ik heb onlangs een dag meegelopen bij Veilig Thuis, die worden ook serieus in behandeling genomen. En als er dan goed gekeken is, en dat gaat met een team van mensen die daar verstand van hebben en enorm bevlogen zijn, vond ik, dat was wat me echt opviel op die dag. En dan gaan ze kijken, kunnen we een bepaalde casus opschalen? Moeten we daar meer hulp voor inroepen? Moeten we acute hulp inroepen? Of kunnen we het afschalen? Kunnen we bijvoorbeeld doorverwijzen naar de sociale wijkteams van de gemeente zelf? Ja, dat, op die manier gaat dat. Maar die toeloop, ja, die is enorm groot. En daar heb je mensen voor nodig. En mensen willen graag een salaris. Die willen best werken, maar ook een salaris. En dat betekent dus hogere kosten. Oftewel, nog veel werk te doen in Neder-Betuwe. In de regio kan ik dan zeggen. Want dit is natuurlijk niet iets wat voor Neder-Betuwe geldt. Veilig Thuis doen we in regionaal verband zelfs zo groot met Rijk van Nijmegen erbij. Ja, alles bij elkaar, 14 gemeenten. Ja. Hemma, tot slot, wat wou je nog kwijt? Wat nog misschien heel mooi is om te noemen is dat Neder-Betuwe ook qua armoedebeleid het heel goed doet, vind ik. We hebben sinds vorig jaar een concept dat heet het kindpakket. Het kindpakket bestaat uit een aantal segmenten, zou ik kunnen zeggen, een aantal onderdelen. Daar zit bijvoorbeeld iets in waardoor ouders die het zich niet kunnen permitteren om dat voor hun kind aan te schaffen, bijvoorbeeld een zwemdiploma aan het kind kunnen laten halen. Maar er zit ook een mogelijkheid in als jouw kind een laptop nodig heeft voor school om huiswerk en dergelijke te maken, dat die eventueel daaruit aangeschaft kan worden. Er is ook een mogelijkheid om kledingpakketten te krijgen. Dat zijn dan nieuwe eigentijdse kledingstukken die de kinderen krijgen. Dat hebben we alles bij elkaar het kindpakket genoemd. Daar komt iedereen voor in aanmerking die een inkomen heeft van 120% van het minimum of lager. Dat zijn uiteraard de mensen die bijstandsgerechtigd zijn. Maar er is nog een hele grote groep die lastig in beeld te krijgen is, die wel werken als zelfstandig ondernemer. De ZZP'ers, hè? Bijvoorbeeld, ja. Maar die toch een laag inkomen hebben en daardoor hun kinderen niet naar zwemles kunnen sturen of niet naar een sport kunnen sturen. Of weten mensen inmiddels die weg breed te vinden? Ja. Ik vind, meen je zoiets nog te herinneren dat er nog niet zo heel veel aanmeldingen waren ten opzichte van het budget wat er was? Dus dat er nog een heleboel mensen zwevend zijn. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, zoek ze maar eens op. Ja, schaamte ja. speelt natuurlijk mee. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, nou, de mensen weten inmiddels goed te vinden. En de aantallen zijn ook voor heel veel van de onderdelen zijn hoog. Je merkt wel bijvoorbeeld dat sport of zwemmen geliefder is dan bijvoorbeeld iets van cultuur. Dus van theater of muziek of dans. Dat wordt minder gebruik van gemaakt. We praten over een absolute aantallen. De cijfers die ik heb in ieder geval over eind 2018, toen we een half jaar bezig waren, zaten we op 100 stuks voor het zwemgebeuren en het jeugdsportfonds. Nou, pittig. Zo'n 100 stuks voor de kledingpakketten en iets minder, een 80 voor de. Laten de officiële cijfers zien? Hoeveel zouden we er gebruik van kunnen maken? Onze inschattingen zijn dat het zo rond de 350 kinderen zouden kunnen zijn in Neder-Betuwe. Dus zijn er in Neder-Betuwe nog 250 zo'n beetje die gezocht moeten worden? Ja. Maar wat je ook ziet is. Wat doe je eraan? Communiceren. Blijven communiceren. We hebben het goed ingericht. We hebben één persoon die zich daar helemaal mee bezighoudt. Dat is ook de contactpersoon waar iedereen naar doorverwijst. En verder hangen er flyers op de scholen, bij alle sportverenigingen, bij alles eigenlijk waar in alle openbare ruimte. We hebben ook gevraagd of de kernpunten aan mensen het willen aangeven als ze daar op bezoek komen. Welzijn is goed op de hoogte, dus
probeer het zo breed mogelijk uit te zetten. Maar ik ben het met je eens dat ja, een stukje schroom, zeg maar, dat blijf je wel houden rondom een onderwerp als dit. En wat volgens mij ook heel belangrijk is, is dat de wethouder in die haarvaten van zijn plaats blijft. Ja. En dat doe je? Dat denk ik dat ik doe. Ja, dat is lastig om voor jezelf te beoordelen, maar ik probeer zoveel mogelijk naar buiten te gaan en activiteiten te bezoeken. En als ik mijn agenda van deze week en van aankomende week zie, dan zit dat wel goed. Nou Herma, dan gaan we jou daar succes mee blijven wensen in de komende tijd. Mag ik je danken voor de komst? Ja, graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.